Ik ben Titia Zoeter en ik ben tentoonstellingsmaker van deze tentoonstelling The 60s, A Worldwide Happening. En dit is dé broek van Jimi Hendrix. Hij droeg hem tijdens een concert in 1967 en hij scheurde eruit. Na het concert gooide hij hem uit het raampje bij zijn kleedkamer en er was iemand die hem ving. Snel mee naar huis voordat iemand anders hem te pakken kreeg. En die persoon heeft die broek nog steeds in bezit. Wij mogen hem gelukkig hier in ons museum laten zien. Met zijn ruige rockmuziek inspireerde Jimi Hendrix jongeren wereldwijd. In Amerika, in Europa, in Afrika. Jongeren vonden hem ontzettend cool, want hij symboliseerde voor hen wat zij zelf ook graag wilden. Namelijk een nieuwe levensstijl, anders dan hun ouders het hadden gewild. Het grappige is dat Jimi Hendrix zichzelf ook liet inspireren door juist andere mensen in de wereld. Dat zie je bijvoorbeeld aan zijn kledingstijl. Kan je op die foto hier zien. Zijn kleed wat over zijn benen ligt. Indiaanse stof is dat. En wat hij draagt, dat is geïnspireerd op Japanse kimono's. En op de achtergrond zie je nog meer Indiaanse en Centraal-Aziatische stoffen. Dus die wederzijdse beïnvloeding, het kijken over grenzen heen. Jimi Hendrix is echt 60s.